Welkom terug bij Studio TVL. Mijn volgende gast werd geboren in Antwerpen in 1962 en is intussen een man van extreme. Het begon heel onschuldig met tennissen. Hij speelde in het Nationaal Belgisch Davis Cup team een zeer knappe prestatie, maar niet echt heel extreem. Dat werd het wel toen hij enkele jaren later besloot zwemmend een kanaalovertocht te doen van 36 kilometer. Hij deed dat in 10 uur en een half. Enkele jaren later besloot hij niet meer in het water, maar in de lucht te zoeken. Hij deed een bungeesprong vanuit een luchtballon van een hoogte van maar liefst 6720 meter. Meteen goed voor een wereldrecord. En ook doet hij aan skysurfing, deltavliegen, speedboatracen, autoracen, schermen, bobsleeën, noem maar op. En nu, anno 2011, voelt hij zich als een vis in het water tussen de haaien. Daar laat hij ons allemaal getuigen van zijn, want van die belevenis heeft hij een documentaire gemaakt die hij graag aan ons komt voorstellen. En dan heb ik het over Mark Sloesny. Van harte welkom. Hallo. Mark, een hele waslijst, hè? Van extreme dingen. Jij vindt ze misschien niet zo extreem, maar toen ik de foto's zag, dacht ik van... Allee, jong! Ja, het is toch... Het is toch indrukwekkend voor mij ook. Ja, toch wel? Ja, absoluut. Want hoe komt het eigenlijk dat jij van die extreme dingen doet? Wat drijft jou om... Het is moeilijk te zeggen. Je begint met iets, je vindt het leuk, je doet het. Ja. Je komt op een bepaald niveau en je zegt, oké, ik kan niet echt veel verder. Mijn talent is gelimiteerd of mijn tijd of de centen dat ik heb om te investeren. Ja. En dan droom je van iets anders en je probeert het en dat lukt ook op een bepaald niveau. En na dat zwemmen dacht ik, als ik kanaal kan overzwemmen, dan... Dan kan ik nog veel meer. Inderdaad. Want je moet het fysiek ook aankunnen allemaal, hè? Want... Absoluut. Ik zou zeggen, het talent is meer iets van je angsten te willen overwinnen, van moedig te zijn. Doorzetten ook? Absoluut. Kunnen focussen. En een redelijk goede mentale en fysieke conditie. Ja. Maar je hoeft niet supertalent te zijn om te doen wat ik heb gedaan. Maar toch. Zeg, zijn er ook dingen die je niet durft? Ik weet het niet, ik heb het nog niet geprobeerd. Allora, wie weet kom je de volgende keer wel vertellen van kijk, dat durf ik echt niet. Maar ja. Je kan het jezelf niet inbeelden wat... Elke keer als ik iets had besloten om te doen, vond ik het eigenlijk op een of andere manier een uitdaging en leuk en heb ik tot het laatste volgehouden. Maar ik heb het vaak tijdens het begin en soms als het extremer wordt, dat ik bang heb en dat ik echt mijn eigen moet focussen en concentreren. Om daar toch overheen te gaan. Om dat angst te overwinnen, absoluut. Ja.